Ja, ik vind het een beetje onnodig. Ik vind eigenlijk wel dat je wij hebben op school magister en dat is gewoon heel makkelijk. Gewoon kun je bijhouden, zeg maar, hoe je welke lessen je hebt. En gewoon tijdens de pauzes is het gewoon veel leuker om op je telefoon te zitten dan. Ja, gewoon met je vrienden kletsen is ook wel leuk, maar gewoon je telefoon heb je op school eigenlijk wel nodig. Ik vind wel de maatschappij, vind ik, dat het tegenwoordig alleen maar bestaat uit telefoon, tablet, computer. Ja, ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Dan geven jongeren aan dat ze heel goed kunnen bepalen wanneer ze de smartphone gebruiken op school en niet. Ja, kunnen ze aangeven, maar ja, weet ik niet. Ik heb daar mijn twijfels in. Ik vind het een beetje een ouderwetse manier van denken. Ik zou het gewoon toestaan op bepaalde tijdstippen. Dus soms heb je een lesgedeelte en er moet ook altijd een stukje interactie in. Kijk, en dan is een smartphone wel belangrijk. En dat gebeurt toch. Ja, dat is verbieden niet goed. Ik vind tot en met 6 kunnen ze hem in huis laten. En ik vind in 7 en 8 mogen ze meegenomen worden naar school, maar worden ze wel ingenomen. En dat ze om 2:30, als de school weer uit is, weer mee mogen nemen. En daar kunnen ze zich goed aan houden? Normaal gesproken wel. Hele goede zaak. En wat vindt u daar het goede aan? Ik heb zelf ook 3 kinderen. Die zitten zelf nog niet aan de tafel op die smartphone. Luisteren doen ze niet. Ze wordt zo georiënteerd op die telefoon. Ik zeg direct afschaffen. Dat schermpje blijft trekken? Dat schermpje blijft trekken. Dus u vindt het best een goed voorstel? Ik vind het een heel goed voorstel. Ja. Waardoor is het ingegeven, denkt u, dat, dat men de smartphone niet meer op school wil hebben? Ik denk dat het ook heel veel met leren te maken heeft. Het niet opletten. Kijk, een appie is voor de meesten belangrijker dan als wat er in de les verteld wordt. Ja. Ik denk dat mensen toch te veel, of leerlingen, zijn pubers. Wij waren ook niet altijd even braaf. Hè, dat er toch ondertussen appjes gestuurd worden. Dat er te veel met de smartphone gewerkt wordt. In plaats van dat de focussen op de lessen liggen. Maar u werd door de leerkrachten natuurlijk goed bij de les gehouden. Ja. Dus ik vind het eigenlijk onnodig dat ze verboden worden. En hoe vind jij dat? Ja. Je hebt eigenlijk, daar ben je ook gewoon bereikbaar als je op school bent. Je kan gewoon mensen appen, je kan je huiswerk kijken, je kan zien welke lokalen je hebt. En als er een keer wijziging is en je het bijvoorbeeld in een boekje hebt of zo, kun je dat heel moeilijk zien. En op telefoon is makkelijker. Ik heb ook gewoon tijdens de les mag je niet op je telefoon, moet je het ook in de telefoontas. Alleen als je zeg maar een keer moet leren of zo voor het vak, dan mag je je oortjes mag je hebben, mag je telefoon pakken. Dus ja, dan mag je telefoon wel. Alleen dan mag je niet echt andere dingen doen dan alleen muziek opzoeken. En als dat gezien wordt, ja, dan word je uitgestuurd. Ja, zeker. Op afgesproken moment. Dus als je een stukje interactie zoekt, quizje kan allemaal tegenwoordig. Dan zou ik het wel toestaan. Maar als je echt een klassikale les hebt met informatie, ja, dan snap ik dat heel goed dat het les soms saai is. En dat je dan gelijk naar je smartphone grijpt. Maar dan zou je hem dus moeten verbieden. Nou, dat vind ik een goed plan. Want dat leidt toch wel veel af van de jongeren. Dat vindt u zelf? Ja, want ze zijn er constant mee bezig. Ik denk dat voor de les is het wel belangrijk, maar niet tussen de lessen door. Jongeren zelf geven aan dat ze heel goed de momenten kunnen kiezen waarop ze de smartphone inzetten of niet. Nou ja, als dat wordt gezegd, maar ik geloof het niet. Kijk, je kunt het buiten de school niet verbieden, dus ze krijgen wel berichten mee, smaad. Alleen dat het op school in de klas, dat ze gewoon bij de les zijn, dat betreft vind ik het een heel goed idee. Wat vindt u van het voorstel? Ik vind het een goed voorstel, want ze worden toch afgeleid door de telefoons. Ondanks dat ze zeggen dat het niet zo is, maar op het moment dat ze een geluid horen, dan ben je toch snel geneigd om hem te pakken. Nou moeten de leerlingen op veel scholen de smartphone gewoon in de tas houden. Ja. En dan mogen ze hem gebruiken wanneer dat nodig is. Ja. Dat is een hele reële situatie. Ja, absoluut. Wat voegt het voorstel dan daaraan toe? Als dat zou gebeuren, dat ze ook beter gaan leren. Dat ze meer geconcentreerd zijn. Want daar schort het nu aan, denk je? Ja, dat denk ik wel. Misschien om kinderen minder op telefoon te laten gaan. En zodat kinderen meer een sociaal leven hebben.
Daar moet je gewoon hele duidelijke afspraken over maken. En als men de kinderen zich er niet aan houden, dan wordt die gewoon voor 1 of 2 dagen ingenomen. En als ze zich er niet aan houden, dan is de consequentie misschien de volgende dag pas weer ophalen. Ik denk dat er toch in sommige lessen toch stiekem uit hun tasje de mobieltjes worden gehaald. En dan moet je dus als leerkracht denk ik heel erg alert zijn. En dan ook consequent blijven handhaven. En dan neem ze maar af, dan is er maar een keer trambeland. Nou, dus dat is toch al een conclusie. Ja. Dan moet het helemaal weer terug naar af. Ja. We moeten ermee leren leven. We moeten ermee leren leven, ja. Leerkrachten worden al overvraagd. En dan denk ik, komt er weer iets bij. Want moet je dan elk kind, elk lesuur controleren? Ik ben er bang voor dat dan al 10 minuutjes van de 45 minuten lestijd om zijn voordat je met de daadwerkelijke stof kunt beginnen. Dus wat u betreft mogen de smartphones uit de scholen weg? Nee, in school direct in het kluisje en pasten we uit als de school uit is. De school bepaalt het beleid? Ja.